Welkom, ik ben Leo Heremaas en ik woon in Borselaar. Naar aanleiding van mijn verkoop met Pippa van 5 mei kan ik u een rondleiding geven hier op mijn hokken hier in Borselaar. En ik zal u enkele duiven laten bekijken. Hier. Deze duif, dat is Bolt. Het is de eerste nationale asduif 2012 van de jonge duiven. De eerste vlucht dat hem dit jaar deed, was in de chip niet geregistreerd. Dan had ik hem toch meegegeven. En dat was mijn eerste duif die te maken kwam. Helemaal naar de kop, maar ja, het telde niet mee, maar de uitslag. Het lukken dat hij later nog zo'n superduif geworden is. We staan hier nu op Wedernaars ook. Ik heb 3 hokken met Wedernaars. Er zijn er 3 hokken met 9 bakken. Ja, en dan heb ik er nog in elk hok 2 in een doos zitten. Wat er een paar meer kunnen te houden. Nu heb ik de nationale asduif aan de jonge duiven vast. De bol. Maar hij is heel zenuwachtig wat hij wil bij zijn duif in zijn. Deze is de broer van een bal. Ja, die heeft 3 eerste prijzen. Ja, een heel prachtige duif in de hand. En ook een heel goede duif. Dat is Ingo, de 12e nationale asduif van de jonge duiven, vorig jaar. En de duiven zijn nu allemaal aangepaard, ze liggen allemaal bijna met kleine jongen. Ja, ik hoop dat er een kampioen bij zit hier bij deze. In ieder geval zijn 2 heel mooie jonge duiven. Ja, maar ze zijn maar 3 dagen oud. Deze ligt ook mijn jongen. En die jongen die zijn allemaal voor dit jaar gereserveerd. Ja. Al die duiven die ik kweek dit jaar, hè, die zijn allemaal gereserveerd.
hier zijn we nu op een van de kweekokken. Ik heb 7 kweekokken. Deze noem ik het nieuwe kweekok. Ze liggen ook bijna allemaal met jongen hier. Allemaal. Dit is een saffier. Dat is een duif die wordt verkocht in bis. Daar worden 4 koppels in bis verkocht. Dat zijn 8 duiven. En de koper mag dan kiezen welke duiven dat hem wilt in die bisverkoping. Zodat ik nog 2 koppels overhoud, om mij nog een beetje te kunnen amuseren met de duiven. En dan ligt er 2 jongen. Ik ga de jongen eens laten kijken. Er ligt met 2 heel prachtige jonge duiven. Dit hok hier, dat is het hok van een jonge duiven. Dat is mijn favoriete hok. Dat is iedere morgen dat ik hier eerst op kom en van die los te laten. Hier zet ik ieder jaar 15 jonge duivers op en die speel ik dan volledig op wetenschap. Mijn oude duiven, die laat ik aanparen met mijn oude duiven. Dat is het hok waar ik het liefst op zijn hier. Dat is mijn favoriete hok van de jonge duiven.